Hey Andy, ja. Hoe heb jij ja. Joey leren kennen dan? Want jij bent al eerder bij de podcast geweest, toch? En ineens zag ik, jou met Joey, mijn bicep. Precies. Ja. Andy, influencer. Zal ik het wel vertellen? Ja, je kan alles vertellen van mij, man. Nee, twee maanden geleden was ik hier. Ja. Toen kon ik Joey nog niet. Nee, precies. Ja, hij kon me wel, hij ging niet meer op. Hè? Ja, ik kon hem wel. Volgde hem al heel lang. Maar ik had toen nog een iPhone over. Is deze van mij, sorry hoor? Ja, die mag je wel hebben, man. Ja, man. Het is staat al in, toch? Maar is... Ik weet niet, mag je deze, man? Ja, sorry, mag deze. Sorry. We gaan de nee, ik had een iPhone 13 Pro nog leggen. Ja. En ik dacht, knal hem even in mijn story, verkoop de ding even aan. Ik had hem over. Dus ik plaatste het ding in mijn story. Dan krijg ik bij DM's van mensen. Die wilden natuurlijk voor een scheet en drie knikkers hebben. Dus toen dacht ik, nou, laten we zitten. Ik denk, dit heeft ook geen zin. Dus zat ik s'avonds na te denken. Ik denk, wat nou? Ik denk, als ik een paar influencers ga berichten, ik ga dat ding weggeven. Ja. Door middel van een giveaway. Ik denk, nou, dan komen natuurlijk ook weer veel klanten naar mij toe, veel volgers. Ik denk, dat is veel beter. Dus toen heb ik Joey bericht. En nou, die reageerde. Dus toen wat dingetjes afgesproken. Sparren met elkaar. Ja, toen moest ik naar kantoor komen. En hij weet dat nog niet eens. Dat ga ik nu voor het eerst vertellen. Oh. Best wel zenuwachtig natuurlijk van tevoren. Want ja, het is, ik ben een goede sales guy, maar het is wel Joey Bravo. Ja, het is ook gewoon een persoon. Het is niet bijzonder, maar toch, je komt daar voor het eerst. Beetje droge mond, weet je wel. Ja. En hij zat daar. Er zat een andere jongen naast hem. Elijah. Zo groot. En ik kom naar boven lopen. Ik zie hem met z'n tweeën in de tafel zitten. Ik denk, fuck man. Ik ga er niet gebeuren, toch? Ja, ik denk, dit worden zware onderhandelingen. Ja. Dus nee, toen ging we gewoon sparren, praten. En kijk, ik was wel op zoek naar iemand die echt gewoon met mij wou zijn, zeg maar. En Joey gaf mij heel erg die indruk. Die zei van, joh bro, hij zegt, luister, als je hier komt voor een eenmalige promotie. Hij zegt, ga ik niet doen, man. Hmm. Hij zegt, als ik met je ben en ik wil met je gaan samenwerken, dan ben ik echt met je. En dan gaan we ook echt alles eruit halen. Dus nou, dat hebben we toen gedaan, de giveaway gedaan. En vanuit de giveaway zijn er eigenlijk wat andere connecties ontstaan. Ja, misschien een beetje een lichte vorm van vriendschap ook. Dus, ja, sowieso, niet te veel, want anders doen we geen zaken met elkaar natuurlijk. Nee, maar het waren eerst zaken. Dus nee, maar zeker. Hetzelfde formule als met Moja. Wel zakelijk en dan leer je elkaar kennen. Je hebt veel dingen gemeen. En ja, op een gegeven moment zie je ook gewoon dat het gewoon een goede guy is. En toen meegenomen naar Mo mocht hem ook gelijk. En ja, nu gaan we hele mooie dingen doen in de toekomst. Ja. Maar luister dan, want kijk, van jouw kant snap ik. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld naar influencers toestappen en denken, hey, als we een samenwerking zouden kunnen doen, zou mij heel erg kunnen helpen. Lijkt me tof. Ja. In jouw geval denk ik dat je die aanvraag heel vaak krijgt. Ja, in heel veel verschillende vormen. Zeg dat is ook wat hij tegen mij zei. Juist. Ja, letterlijk. Dus wat zorgt er dan toch dat je bij Andy dacht van, ik geef gewoon, die een kans? Wat ik aan hem zag is van, we hadden een afspraak gemaakt. En dus er moest ook een betaling komen. Ja, ik ga niet zeggen wat, maar er moest een betaling komen. En die zou eigenlijk de volgende dag, ik bood aan, volgende dag, week erop, maakt niet uit. Hij zei, nee man, ik kom nu gelijk naar je toe. We gaan het gewoon afwikkelen en we gaan gelijk gewoon onze deal aangaan. En ik dacht bij mezelf, deze man is gewoon echt super serieus. En hij komt gewoon in één keer, man. En hij was niet bang om een serieus bedrag te betalen. Ik denk, oké. Hij neemt risico's. En dat was niet eens het risico van die Rolex en die andere. Dat heeft hij daarna nog genomen. Dus ik dacht, deze man is gewoon serieus. Hij kwam bij mij op de zaak. Ik was met die andere jongen, die grote gast. Dat is gewoon een vriend van mij. En ik merkte gewoon van, hij is gewoon, hoe hij aan het praten was. Ik dacht van, hey, deze man is niet zomaar iemand. Hij heeft veel potentie. Ik zag het gelijk in hem. Ik dacht van, dit is gewoon een guy die doet iets. En ja, hij heeft lef. Hij komt. Hij is een action taker, om even zo te zeggen. Een mooie oranje auto. Had die man sowieso gewonnen met Astel. Dacht ik, ja man. Hey. Ik dacht van, hé, ik begon beter te praten. Er was gewoon gelijk een klik. Ik dacht van, hey, leuk man, laten we een keertje wat eten. Neem Mo ook mee. Ik denk dat Mo ook heel veel van jou zal leren. En gewoon heel natuurlijk ontstaan. Gewoon helemaal niet geforceerd. En ja, toen dacht ik bij mezelf van, dat is een goede guy. Mo was heel sceptisch met hem. Want ja, zoals jij zegt, komen duizenden mensen erop af. Ja. Dus Mo was een beetje van, even kijken. En toen zei Mo van, weet je wat, we gaan gewoon een keer wat op social media plaatsen. En meestal als je iets op social media plaatst, dan gaan mensen berichten van, hé, dat is die guy, dat is die oplichter of whatever, als hij iets slechts heeft gedaan. Ik had geen reacties gehad, dus ik dacht, dit is gewoon echt een super toffe guy. Mo had hetzelfde gedaan en toen zei Mo van, ja man, dit is echt een goede gast man. Heel wijs, slim. Ja. Dus laten we maar, kom join the team man. Laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo zijn we gaan eten, chillen en afspreken en brainstormen, wat kunnen we doen. En nu gaan we binnenkort met iets echt mega's komen. Ja, iets echt mega's. Maar het begon allemaal bij één flinke investering. Ik heb de meeste ondernemers die zijn niet bereid om dat te doen.
Nee. En dan risico. Voor het risico nemen. Precies. Maar als ik dit risico niet had genomen, had ik hier nu niet met hem gezeten. En die heeft zijn vrienden gekocht. Ja, maar zo kan je het zien. Maar dat nee, is, ik hoor je. Dat is gewoon investeren in jezelf. Hè? Kijk, het is ook voor wat hoort wat, toch? Iedereen wil altijd maar aankloppen. Hey, help mij, gun mij. Maar geloof mij, wat hij heeft geïnvesteerd was niet eens voor dit. Hij had geïnvesteerd voor een giveaway. Dus hij heeft die giveaway gekregen. Maar doordat hij die risico heeft genomen, het was echt... Ik vraag gewoon een serieuze bedrag voor promotie, weet je. En doordat hij die risico had genomen, is dit wel allemaal ontstaan. Hij heeft met Mo aan tafel gezeten, hij heeft met Dutch Performante gesproken, hij heeft met die. En nu komt er gewoon iets binnenkort online, wat gewoon zo goed gaat zijn. En niet eens, al komt dat niet eens online, de netwerk die hij nu heeft opgebouwd, de naam die hij nu heeft opgebouwd, is al 10 keer minder waard dan die hele samenwerking die we hebben gedaan. Snap wat ik bedoel? Dus de key daarvan is gewoon, deze man neemt gewoon risico's. En het leven moet je gewoon risico's nemen. Als je bang bent in je comfortzone gaat leven, maatje, blijf gewoon lekker in je comfortzone. Blijf in die cirkel van jezelf en kom er niet uit. Maar als je eruit komt, neem die risico's gewoon. Ja. Ja. En voor mensen, een beetje om perspectief ook te hebben, was de winactie en wat je moest investeren, zou dat winstgevend voor je zijn? Of was het zeg maar ook handig om dan de connectie op te kunnen leggen door zoiets te doen? Goeie vraag. Ja, het was sowieso winstgevend, want ik had al een rekensommetje gemaakt in mijn hoofd natuurlijk. No. Andy is die doekoe man. Nee, Andy had al lang gerekend. Nee, ik had van tevoren wel al gerekend. Ja, dat is dom. Maar, kijk, het is ook zo wat ik ook dacht van oké, ik ga zo meteen op zijn profiel komen. Mo Bicep ziet dat. Dutch Performante ziet dat. Die ziet dat. Die ziet dat. Ja. Ik dacht van nou, dan ga ik toch een beetje van iets meer bekendheid krijgen. Ja man. En ook gewoon de volgers. Dat ik gerekend van nou, als ik zoveel sales eruit haal, dan heb ik het er makkelijk uit. Dus dat moet makkelijk lukken. Ja. Maar Joey zei ook gelijk van joh, luister, ik stop niet voordat je het eruit hebt. Ja, man. En dat stelde mij gewoon heel erg op mijn gerust. Weet je? Want hij had me ook gewoon één keer kunnen promoten. Hard, ik weet niet over andere influencers, maar ik denk dat heel veel dat gewoon zo doen. Die gewoon, oké, nou pak het geld, promotie, klaar. Ja. Hij zei tegen mij van, bro, geloof me, ik blijf met je tot je trui hebt. Eerder stop ik niet. En zo dat... promote ik mensen, ja. Want weet je wat het is? Veel mensen die komen naar mij toe, hey Joey, ik geef je €1000, doe even een storytje. Maar dan lig ik je eigenlijk gewoon op. Want als ik één story voor jou doe, je gaat er niks uithalen. Misschien iets, het kan zijn dat je dat toevallig helemaal aanslaat, maar dat is niet de way. De way van promoten is gewoon, we spreken x bedrag met elkaar af. Ik promote jou tot jij dat zelf eruit hebt gehaald. Mm-hmm. Heb je dat niet eruit gehaald, geef ik jou geld gewoon netjes terug. Heb jij dat wel eruit gehaald, zeg dan eerlijk tegen mij. En dan zijn we gewoon cool met elkaar. Ja, maar ik wil niemand ontevreden laten. Vroeger niet dat nu niet begin. Allemaal in de DM's dropshippers met ik ga je kan met alles. Kom allemaal. Nee, graag weer, maar ik ga niet iedereen zomaar los promoten. Nee. Maar mocht er iemand tussen zitten die gewoon serieus wil werken, we kunnen serieus met elkaar gaan werken. Maar ik ga niet voor kleine bedrag €500, €1000 een storage voor jou doen. En doe dat alsjeblieft ook niet. Ik ga niet mensen hun brood opfokken, maar weet wat je doet, man. Nee. Ik kan het wel zeggen, man. Luister, die hele game van influencers gebruiken toch. Het is niet meer wat het ooit was. Er was een tijd dat je gewoon iemand iets kon laten posten in de story. Het ging gelijk viraal, je kon knallen. Tegenwoordig, niemand koopt meer zo snel bij een influencer. De relatie met een influencer moet echt diep gaan. Mensen moeten je echt vertrouwen. Willen ze volle bak shit van je gaan kopen. En gewoon continu herhalen. Man. Want kijk, zelf ik promote dit, zeg maar dit cola blikje daarop. Zelf ik promote die. Jij weet gewoon dat het een promotie is van mij. Als ik het 1 keer doe. Maar zelf, ik heb het 10 keer gepromoot. Op een gegeven moment ga je denken, hé man, het is wel legit man. Maar Joey promoot het 10 keer. Hij staat er echt achter. Laat me eens even testen wat voor cola dat is. En dan ga je het wel bestellen. Maar met 1 storytje dan... Nee, dat moet je niet doen man. Dus spreek gewoon met influencers af. Gewoon 5, 6, 7, 8 promos. En dan, of no Q, no P, dat is hoe ik het doe. Zelf promo.